Goedemiddag lieve kijkers en welkom bij Intro TV. Met vandaag het intro weerbericht. Afgelopen zondag is er een grote storm neergedwaald over Nijmegen. Zoals u kunt zien is deze storm voornamelijk ontstaan vanuit de zuidelijke provincies van Nederland. Maar ook is te zien dat de noordelijke provincies ook enige invloed hebben gehad op deze storm. Duizenden introkindjes zijn over Nijmegen neergedwaald. De storm is voornamelijk ontstaan bij het Centraal Station van Nijmegen. Vanuit daar hebben de introkindjes zich verspreid in verschillende kleuren over heel Nijmegen. Dit zeldzame fenomeen komt slechts één keer per jaar voor in Nijmegen. Meestal rond de periode eind augustus. Dit fenomeen gaat dan vaak gepaard met een flinke stijging van het algemeen bierpeil. De kroegen in Nijmegen moeten flink hun best doen om ervoor te zorgen dat er geen biertekort ontstaat. Dat zou namelijk kunnen leiden tot een grote catastrofe. Er wordt verwacht dat deze storm nog blijft hangen tot vrijdag. En vanaf dan zal de wind de storm meenemen naar Duitsland. Ben je lekker? Ja. Oh, waar is die energie? Kom op, kom op. Kom op, het ziet er fucking schoon uit. Ja. Nou, ik ben vandaag in het Kronenburgerpark. En hier komen allemaal groepjes langs om opdracht te doen. En ja, wij liggen hier de hele dag een beetje in de boot chillen. Ja, ze moesten 5 minuten lang, echt 5, moesten ze de boom uitschelden en het daarna dus goed maken. Hallo. 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 Pak dan een viltje, dan een gat in het midden boren op zijn neus doen. Ja. Naar de meid toe lopen en zeggen, hey, gooi jij dat viltje nou net? Of gewoon uit je glas al je ijsblokjes pakken op de grond gooien en een kapot stampen. Zo, het ijs is gebroken. Dat is een klassieker. Wat is je beste versiertruc? Ik ben mijn nummer kwijt, mag ik het jou hè? Altijd. Oh. Jongens, we hebben officiële party queen gekroond. Dus je bent nu een bond van de hemel, tweede proeverij gratis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Spar University, de studentensupermarkt op het Erasmusplein.